Ron, blij om weer eens over ijshockey te praten. Nou, ik ben eigenlijk niet gestopt om over ijshockey te praten. Ondanks dat we niet gespeeld hebben, is er wel heel hard gewerkt op de achtergrond door heel veel mensen. Niet alleen in Geleen, maar eigenlijk gewoon een heel Benelink zijn we wel echt bezig geweest. Dus ijshockey is bijna dagelijks onderwerp van gesprek, toch wel. Hoe is het post-corona tijdperk eigenlijk verlopen binnen jullie vereniging? Nou ja, op dit moment, hoe het verlopen is, daar, ja, weet je, we hebben van alles gedaan, we hebben van alles geprobeerd. We zijn met de jongens op het ijs geweest in allerlei samenstellingen gerelateerd aan de beperkingen en de voorschriften en de eisen. Daar wil ik eigenlijk een beetje achter me laten. Ik denk dat het goed is om nu vooruit te kijken. En als ik zie wat er gisteren in de persconferentie is verteld, dan ben ik gematigd positief. Ik zie wel licht aan het eind van de tunnel. Ik heb begrepen dat als het zo doorgaat, dat we ergens november helemaal losgelaten worden. Tot die tijd zijn er nog wat beperkingen. En dat betekent dat wij in ieder geval wel van start kunnen gaan, competitie gaan starten. Hopelijk met publiek. Misschien de eerste oefenwedstrijden met minder of zonder publiek. Maar het streven is om te starten. En het streven is ook om die hal weer vol te krijgen. En dat ziet er niet slecht uit. Duurste technische zaken. Waarom? Die keuze heb ik eigenlijk gemaakt na het laatste gespeelde seizoen. Het werd mij toch een beetje allemaal te veel. Een dubbelfunctie. Daar ontstaan dan ook wat conflicten. Conflicts of interest, zoals ze in het Engels zeggen. En toen heb ik een keuze gemaakt en heb gezegd, weet je, het bestuurs, de technische zaken, dat ligt me op dit moment gewoon meer als het team aan, zoals we gebeuren. En jouw verantwoordelijkheden? Als bestuurs, de technische zaken ben je in principe verantwoordelijk voor alle technische rondom het ijshockey heen. Hè, van teammanager, coach, team, materialen en aanverwante zaken. Als bestuurs, de technische zaken ben je voorzitter van de technische commissie. Als bestuurder van technische zaken ben je ook verantwoordelijk voor het budget, het spelersbudget, samen met de penningmeester en in overleg met de voorzitter. Hoe ben je aan je opvolger Danny Peters gekomen? Danny, de naam van Danny die viel in eerste instantie door Ron. Vervolgens hebben Ron en ik een gesprek gehad met een gewaardeerd oud speler en toen kwam die naam ook naar boven. Dat was eigenlijk wel toevallig. En vervolgens hebben we de revue laten passeren. Hebben het gesprek gehad met Danny. Ja, en toen viel alles op zijn plek. En dan denk ik van goed, Danny heeft natuurlijk een ervaring als ondernemer. Hij heeft ijshockey kennis. Hij heeft vroeger ook zelf gespeeld. Hij heeft management skills. En wat dat betreft is het gewoon de ideale persoon. En de rest is gewoon geschiedenis. Wie is Danny Peters? Ik ben Danny Peters, junior. 29 jaar, dagelijks leven heb ik mijn eigen makelaarskantoor en sinds een paar maanden een nieuwe functie bij de ITERS. Wat dacht je toen je bezoek kreeg van Peter en Ron om je als teammanager te vragen? Nou, in het begin dacht ik eigenlijk dat het over sponsoring ging, maar al heel snel werd het duidelijk dat niet het geval was. Eerste gevoelens was ik vereerd natuurlijk tot de club aan me had gedacht. Het heeft ook niet heel lang geduurd tot ik ja heb gezegd, telefoontje naar thuisfront. En in principe heb ik 's avonds meteen gebeld dat ik dat heel graag zou willen doen. Waar ligt die drijfveer dan? Liefde voor de club, passie voor het spel. Vooral die twee gecombineerd, ja. Je hebt het eigenlijk met de paplepel ingegoten gekregen, hè? Ook al heb je zelf niet zo lang gespeeld. Ja, met de paplepel ingegoten gekregen, niet zozeer. Maar toch altijd op de ijsbaan gekomen mijn hele leven. En ja, we zijn altijd bij de club betrokken geweest, dat wel. Wat heb je tot nu toe allemaal ondernomen om je te profileren als manager? Nou, wat wij vooral in het begin hebben gedaan is zoveel mogelijk Geleense jongens natuurlijk proberen te behouden of terug te halen naar Geleen. Ook wat jongens uit de jeugd die wat eventueel in het eerste plek zouden kunnen nemen, hebben we geprobeerd weer op het ijs te krijgen. Is ook gelukt, hè. Vanaf eind april hebben wij één keer in de week ijstrainingen gehad, waardoor we heel veel contact hadden met alle spelers eigenlijk. Daarnaast natuurlijk zoektocht naar coach, hè. Samen met de technische commissie hebben we heel lang gezocht naar coach. Heel belangrijk, ook in de voorbereiding tijdens het seizoen, tot dat team dan ook echt daadwerkelijk geleid wordt. Dat hebben we in de notendop gedaan tot nu toe. En op dit moment zijn we bezig met de open plekken op te vullen van het team. Natuurlijk, als je een competitie begint met meerdere teams, hoe zit dat in elkaar? Hoe is de indeling?
ja, het zijn vier Belgische teams, vier Nederlandse teams die in de Binleague gaan starten. Wij beginnen de competitie met de beker, de nationale beker. Daar doet dan mee Zoetermeer, daarna Heerenveen en Geleen. De vier Belgische ploegen gaan daar parallel hun bekercompetitie starten. En ergens begin november of zo, oktober of december, dan gaan we beginnen met de Binleague. Op dit moment is het competitieschema in opzet. Ik heb een concept gezien. Ik kan zeggen dat er niet slecht uitziet. Het wordt druk. We hebben met z'n allen afgesproken dat we 1,75 wedstrijd per week willen spelen gemiddeld. Maar omdat een aantal feestdagen en events in het weekend vallen, waar we dus niet kunnen spelen. Als alles goed gaat, spelen we bijna nagenoeg ieder weekend een wedstrijd uit en een wedstrijd thuis. Waarschijnlijk zelfs met nog een aantal dode weekse of midweekse wedstrijden. Dus het is wel een ideaal ijshockeyseizoen, wat ik zo hoor. Nou, we proberen het in ieder geval met z'n allen positief te brengen en dus ook een ideaal ijshockeyseizoen van te maken. Kun je iets vertellen over de samenwerking met de technische commissie? Ja, ik ben natuurlijk de nieuwkomer. Meningen kunnen wel eens verschillen en dat is op zich ook niet erg. Als we allemaal hetzelfde denken, kunnen we het net zo goed allemaal alleen doen. Maar op zich denk ik frisse blik. Ik kijk naar iets anders tegen dingen aan. Enigszins abstract, dus ik zie dat wel als positief. Ja. Wat verwacht jij van de spelersgroep straks? Dat is ijshockey, in de breedste zin van het woord. Je kan natuurlijk een team op het ijs zetten, wat elkaar versterkt, motiveert, samen er helemaal voor gaat. En dat is iets anders dan 26 of 24 spelers wat hetzelfde shirtje dragen. En dat verwachten we, dat ze echt een team vormen en voor elkaar gaan. Dat is ook een heel belangrijke rol weggelegd voor de coaches natuurlijk. Zonder meer, ja. Coach is natuurlijk sportief ook een hele belangrijke leider voor de groep. Mentaal soms moet hij ook natuurlijk een leider zijn voor de groep. Maar ik denk vooral de wisselwerking tussen de coaches en de spelersgroep, dat is gewoon cruciaal. Als de coach achter het team staat en het team staat achter de coach, kan je gewoon hele mooie resultaten behalen. Met de coachingstaf, wat kunnen we daarvan verwachten? Coachingstaf hebben we op zeer recent hebben we daar een overeenstemming mee gemaakt. Kan ik dat wel bekendmaken. De hoofdcoach wordt Jens Bikarts. Hij heeft zeg maar de tweede helft van het laatste gespeelde seizoen heeft hij destijds de functie van Andy Tamert overgenomen. En zijn assistentcoach speler is Janus Sproets. Janus Sproets is een speler die op heel hoog niveau heeft geijshockeyd. NHL, zelfs NHL ervaring, KHL ervaring, de hoogste divisie in Rusland. Zou eigenlijk in het seizoen 2021 zou die ook komen. Hij heeft een zoon die hij graag aan het voetballen wil hebben. En ja goed, die speelt in principe bij de jeugd, bij een van de profclubs in Limburg. Dus en vervolgens zal hij dan goed zijn dienst ook bewijzen aan het ijshockey in Geleen. Dus wat dat betreft is dat een heel mooie aanvulling op de technische staf. Corona heeft niet veel opgebracht, laat ik het zo zeggen. Want je zit met sponsoren, je moet een seizoen rondkrijgen en al. Hoe zit het met jullie sponsoren? Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij een hele grote schare trouwe sponsoren hebben. De meesten zijn ons ook echt trouw gebleven. Er zijn er die het wat moeilijker hebben. Die geven aan even pas op de plaats te maken. Er zijn er maar heel weinig. Er zijn ook mensen die we zeker niet gaan, vergeten. We hebben gewoon hele goede sponsoren. En we zijn op dit moment keihard bezig met de laatste sponsoren te benaderen. We hebben natuurlijk een geweldige slag geslagen met Snackpoint binnen te halen als hoofdsponsor. Dat heeft ons eigenlijk wel een boost gegeven en dat motiveert andere sponsoren ook om door te gaan. Hebben jullie bewust contact, ik neem aan wel, bewust contact gehouden met al die sponsoren de afgelopen maanden? Ik denk dat wij en onze sponsorcommissie, waarvan Pascal Seelen onze penningmeester voorzitter is, we hebben eigenlijk de aanpak dat wij iedereen persoonlijk benaderen, alle sponsoren persoonlijk benaderen. Volgens mij past dat heel goed bij de ITERS en dat hebben we ook geprobeerd. Alleen corona heeft ons belemmerd om mensen echt constant te bezoeken. We hebben wel alles gedaan om contact te hebben met sponsoren. En op dit moment gaat het gewoon goed. We mogen weer naar sponsoren. We komen ook weer bij sponsoren. Sponsoren zijn ook blij als we over ijshockey komen praten. Het gaat goed. Ron, Roger, vertel eens over jouw bedrijf.
Nou, vertel iets over je bedrijf. Beter over bedrijven. We hebben op dit moment 92 snackpointvestigingen in Nederland. Waaronder één Snack Sons vestiging als pilotvestiging. We hebben één Icepoint vestiging, ook als pilot. En daarnaast runnen we zelf 5 eigen snackpointvestigingen. En dat gaat prima? Als je er 92 hebt, dan zal het niet allemaal prima zijn. Maar het grootste gedeelte gaat helemaal formidabel goed. Hoe ben je in contact gekomen met Eaters? Nou, eigenlijk vanuit het verleden. We zijn er van Galijn, hè? Ja, en letterlijk geboren op 400 meter afstand van de ijsbaan. Altijd erbij betrokken geweest. Gezorgd dat het, gezorgd dat het voor jezelf ook altijd leuk was om er een keer naar een wedstrijd te gaan kijken, trainingen te gaan volgen en dergelijke. En dat was gewoon op zich al een heel leuk. En dat voelde al direct goed. Nou, en op een gegeven moment, omdat ik natuurlijk het hele reclamegebeuren bij IM Design bij Michel heb ondergebracht, kom je natuurlijk aan het praten over ijshockey. En van onder ijshockey, dan kom je met Ron in contact. Kom je met Ron in contact, kom je er nooit meer vanaf. Dus dan is het balletje rond. Wat jullie tenue uitzien? Dat is de volgende. Nou, die wil ik eigenlijk een beetje breder trekken. Op een gegeven moment, ieder jaar proberen wij voor de competitiestart, de eerste officiële wedstrijd of de teampresentatie, proberen wij het nieuwe team te presenteren. Het nieuwe outfit te presenteren. Alleen daarvoor spelen we altijd oefenwedstrijden. En tijdens die oefenwedstrijden willen we gewoon het nieuwe shirt niet presenteren. Dat heeft ermee te maken dat de sponsorafspraken nog niet allemaal rond zijn. Heeft ermee te maken dat ik denk dat. Of dat wij denken dat de officiële wedstrijd eigenlijk het startpunt is. En dus ook het punt om de shirts te presenteren. Dat betekent dat we ieder jaar een probleem hadden tijdens de oefenwedstrijden. Wij speelden de oefenwedstrijden of in geleende shirts of in shirts van een ander seizoen. En dat was eigenlijk ieder jaar weer een pijn en een doorn in het oog. En ik heb eigenlijk ik heb wel goed nieuws. Mede namens onze hoofdsponsor is het gelukt om voor de oefenwedstrijden een compleet oefentenue te krijgen. Dat betekent dat we broek, shirt en sokken krijgen van onze hoofdsponsor, van Snackpoint. Er staat ook alleen maar de uiting op van de Snackpoint-formule. Omdat wij vinden dat sponsoruitingen, die moeten dus ook compleet met de eerste wedstrijd worden gepresenteerd. En Roger Gielen en Mali hebben ervoor gezorgd dat wij tijdens de oefenwedstrijden er piekfijn op staan. Heeft niemand, wat wij de kleuren die we gaan gebruiken, heeft niemand. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Ik vind dat, ik ben er heel trots op dat gelukt is. De nieuwe wedstrijdshirts zijn ook in ontwikkeling. Ook daar zijn we met de laatste puntjes bezig. Die zullen ook snel gepresenteerd worden. Maar ik wil eigenlijk Michel Ruipers vragen om op heel korte termijn het oefenshirt bekend te maken. Hoe past jouw bedrijf bij de Eaters? Ja, ambitieus, energiek, nadenken over leuke dingen, nadenken over de toekomst, nadenken over hoe kan ik mensen op een leuke manier binden. En ja, dat ligt me wel. Wat spreekt jou aan binnen de Eaters organisatie? Nou, de professionaliteit van de laatste jaren die is natuurlijk behoorlijk omhoog geschoten. Goede mensen op de goede plaats. En heel belangrijk, doelstellingen en ook doelstellingen uitspreken en ook doelstellingen halen. En dat is natuurlijk ook voor het bedrijfsleven, je stelt jezelf ook doelstellingen. En dat, dat ligt wel in mijn hart. Nou, dan laat maar meteen horen. Wat is jouw doelstelling in de ijshockey? Nou, een stukje bijdrage mogen leveren in het verwezenlijken van de doelstellingen. En om te zorgen dat die club op een leuke manier ook de doelstellingen kan gaan halen. Wie zorgt er nou voor spelers? Is dat de technische staf of is dat in samenwerking met Danny? Dat is een combinatie. Danny is natuurlijk als teammanager dagelijks verantwoordelijk. Hij zoekt ook de spelers in principe uit. Vervolgens hebben we een technische commissie waar ik dan voorzitter van ben. De spelers worden ook besproken. En het is natuurlijk de coaches die vervolgens zeg maar, het eindoordeel vallen. Om te zeggen van ja, hij past wel of hij past niet binnen de groep. Het is eigenlijk een combinatie van. Het is natuurlijk een voordeel dat jij zelf jarenlang teammanager bent geweest, want je weet precies wat in het hoofd van Danny omgaat, hè? Precies in het hoofd van Danny weet ik niet. Ik weet natuurlijk wel wat er in het hoofd omgaat van de teammanager, absoluut. Ik heb 7 jaar heb ik het gedaan. En dan weet je wel ongeveer waar Abraham de Mosterd haalt, inderdaad. Hoe zit het met de spelersamenstelling?
Nou, we hebben al best wel wat spelers vastgelegd inmiddels. Greep uit de groep, Lucas Bartak, die gaat ons weer aanwezig zijn aankomend seizoen in de aanval. Kai Gielen, Bodje Klaassen, die komen beide weer terug naar Geleen in de verdediging. We hebben natuurlijk Tom Marks, vaste krachel de afgelopen jaren, die zullen we ook weer zien komend seizoen. En assistent coach is tevens ook speler, Janus Sproeks, die gaat ook in het team spelen. Wie is dat precies? Janus Sproeks, zoek hem maar eens op zou ik zeggen. Hele ervaren speler, heeft op heel hoog niveau gespeeld, onder andere de NHL. En die weet wel van wanten. Vorig jaar rond deze tijd stonden we ook tegenover elkaar. Daarnaast er niet veel geijshockeyd. Laten we zeggen, is helemaal niet geijshockeyd. Was je niet bang om dat het misschien helemaal zou afgelopen zijn met sponsoring? Nee. Aan jouw kant uit? Nee, helemaal niet. We hebben van tevoren, daar heb je twee doelstellingen hebben we uitgesproken. We hebben ideeën geventileerd en we wisten dat we midden in het moeilijkste seizoen zaten. Wat met name corona natuurlijk aanging. En we hebben dus op een bepaald moment ook gezegd van luister, als we ervoor gaan we er goed voor. En dan zien we wel waar we uitkomen uiteindelijk. Nou, ik ben er zeker niet ontevreden over. Dus je hebt ook nog geen spijt ervan? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Gaan we jou als drukke zakenman ook iedere zondag in de wedstrijd op de tribune zien? Ik ga het proberen. Ik heb in ieder geval toegezegd dat ik ga en moet gaan combineren met Fortuna. Een andere icoon in de regio natuurlijk, waar we ook iets samen mee doen. Maar het komt bijna zo uit dat we, ik geloof, een halve wedstrijd gaan missen. Als het programma zo blijft zoals het nu is. Wanneer is voor jou dit komend seizoen geslaagd? Dat is tweeledig in principe. Als bestuurder technische zaken, dan is het belangrijk natuurlijk dat het ijshockey in Geleen gegarandeerd wordt. Binnen de randvoorwaarden die gesteld zijn. Met de financiële middelen die voorhanden zijn. Zonder risico te lopen. Als van de technische kant natuurlijk ben ik natuurlijk ook erbij gebaat en ook als oud-teammanager dat het resultaat natuurlijk ook best wel een beetje meespeelt. Maar dat is eigenlijk wel van ondergeschikt belang. IJshockey garanderen in Geleen met zoveel mogelijk Geleense jongens is op dit moment de hoofdzaak. Kun je je voorstellen dat ondergetekende en de vervente fans, IJshockey-liefhebbers, niet kunnen wachten? Kan ik me zeker voorstellen, want daar ben ik er zelf ook eentje van. Ik kan ook niet wachten tot het gaat beginnen. Dus dan kan ik het ook voorstellen dat jij en iedereen die wat ijshockey in warm hart toedraagt, heel graag weer naar Glanenbrug wil komen. Ben jij tevreden als het seizoen beëindigd is? Als een gedeelte van de doelstellingen sowieso gehaald zijn en dat iedereen happy is en dat er een perspectief ligt weer voor volgend seizoen, want dat doe je in het zakenleven ook. Je kunt wel zeggen ik wil dit en ik wil dat. Nou, als sponsor vertel ik niet en zeg ik niet ik wil. Ik zou het fijn vinden als, dat is een heel andere antwoord zeg maar. Maar ik zou het prettig vinden als we de dingen die we nu al een heel klein beetje aan de gang hebben gezet, als we daar een heel aardig eind mee komen, daar ben ik al tevreden. Tot slot, hoe zijn de reacties geweest nadat je bent ingestapt als hoofdsponsor van bijvoorbeeld jouw toeleveranciers? Nou, de fabrikanten, leveranciers, industrie, die heb ik zelf eigenlijk direct nadat we een handtekening hebben gezet, hebben we de mensen ervoor benaderd. Ik heb een aantal mensen bij de club aangedragen. Die mensen die zijn ook al gesproken. Er lopen heel veel contacten, er lopen heel veel ideeën, suggesties. Dus het komt goed. Wanneer ben jij tevreden als het seizoen voorbij is? In principe als er een team staat dat samen wint of verliest. Hè? Het belangrijkste is gewoon dat die jongens voor elkaar gaan. En het zou heel mooi zijn als iedere club wat tegen Geleen speelt. Denk shit, we moeten vanavond weer tegen Geleen. En vooral in eigen huis moeten we dat effect kunnen creëren. Heb je zin erin? Altijd. Is het goed combineren met je zaak? Prima, prima te doen. Ik kan gelukkig de tijd zelf indelen, dus dat scheelt wel. Weet je wat ik heb gevoeld? IJshockey kriebelt. Ja, IJshockey begint wel leuk te worden. IJshockey was even niet leuk. IJshockey begint wel leuk te worden. Ik heb echter al nog één vraag voordat we afsluiten, of eigenlijk een opmerking voordat we afsluiten. We zitten aan de vooravond van het seizoen. Het zal een seizoen worden met beperkingen, maar ook met mogelijkheden. En ik zou eigenlijk iedereen die ijshockey lief heeft, willen oproepen om samen iets te bereiken. We willen die hal vol hebben. We hebben vrijwilligers nodig, we hebben team nodig, we hebben alles nodig. En eigenlijk wil ik een oproep doen aan iedereen die ijshockey lief heeft. Van zorg dat we er samen klaar voor zijn. En daar heb ik iedereen voor nodig. Ik wil ook iedereen vragen om zich te vaccineren. Wij moeten ons en wij gaan ons zeker aan alle voorschriften houden. Want niks is vervelender als een seizoen starten
En dan te moeten stoppen vanwege overheidsregels of dingen die we niet goed hebben gedaan. Dus ik vraag eigenlijk iedereen om die betrokken is bij het ijshockey, om zich te laten vaccineren, om te zorgen dat we veilig kunnen starten, maar ook veilig kunnen eindigen met z'n allen. Dat zou mijn grootste droom zijn dit seizoen.